Dit zijn de Antwerpse zilvertoptorens en zij bewijzen dat we ook zeer hard werken aan de energetische renovatie van onze sociale woningen. En dat is ook nodig, omdat we weten dat mensen die in sociale woningen wonen ook de meest kwetsbare mensen zijn in Vlaanderen, die we ook moeten helpen vanuit de Vlaamse overheid. En tegelijk beseffen dat ze eigenlijk meer aan een energiefactuur betalen dan een werkelijke huishuur. Dus vandaar dat deze maatregel meer dan nodig is. De voorbije jaren hebben we met 7,8 miljoen 1600 woningen energiezuinig kunnen maken. In deze toren hebben we bijvoorbeeld 133 appartementen aangepakt. Het glas werd vervangen, de daken, de vloeren en de gevels zijn nageïsoleerd en de stookplaats is geoptimaliseerd. In totaal investeerden we in deze derde toren zo'n 13,5 miljoen euro. En dat heeft een versleten, energieverslindend gebouw veranderd in een zeer energiezuinige en een zeer mooie woonentiteit. En we gaan op deze weg verder, want de Vlaamse regering heeft recent beslist om maar liefst 80 miljoen, wat eigenlijk een vierde is van alle middelen vanuit het Klimaatfonds, te voorzien voor energetische renovatie van sociale woningen. En daarmee kunnen we 12.000 woningen extra aanpakken, want dat geld komt bovenop de andere middelen die we al eerder voor renovatie en nieuwbouw hadden voorzien. Zo zorgen we voor een daling van ongeveer 90.000 ton CO2 per jaar. En we maken de doelstelling haalbaar om tegen 2020 alle sociale woningen energetisch op peil te brengen. Zorgen voor het klimaat is dan ook een bittere noodzaak voor onze ganse samenleving en iedereen moet zijn steentje bijdragen en ik reken dan ook absoluut op jullie medewerking en op jullie verdere inzet tijdens deze toch wel zeer boeiende dag.